Nou, we begonnen heel goed, vond ik. Of heel goed, ja. We begonnen redelijk. We kregen volgens mij wat kansjes. Op een gegeven moment konden ze er wel goed onderuit voetballen. Want ze de mannen extra aan de zijkanten, die konden ze telkens bereiken door een diagonale bal. En daar speelden ze goed onderuit. Maar toch, eerste helft was nog moeizaam. Ik bedoel, in de tweede helft was een hele andere wedstrijd. Jullie hadden de wedstrijd volledig onder controle. En ik denk dat er 90 minuten maar één verdiende winnaar was. En dat was RKC. Nou, hun gingen ook heel anders spelen. Hun speelden op een gegeven moment heel opportunistisch. En wij konden het beter vastzetten. Waardoor zij eerder de lange bal moesten geven ook. En we hebben achterin wel sterke spelers daarin. Dus die pakten elke bal op. En hadden we nog de tweede bal. Dus dat was wel een heel andere wedstrijd, zo, tweede helft. Het doelpunt, beschrijf hem eens. Hoe ging dat? Volgens mij door corner. En ik liep naar voren om een positie in te nemen. Toen zag ik dat hij was genomen en dat de tweede paal helemaal vrij stond. En ja, Nieke gaf die bal. En ik kon hem zo inkoppen. 2-7, dat is mooi. Maar wat mooier is, 7 punten in de tweede periode. Jullie doen volop mee voor een tweede periode. En dat had je gezien het begin van de competitie. Jij denk ik ook niet gedacht. Nee, maar ik denk dat we gewoon, gewoon zo door moeten gaan. We hebben nu een beetje een stijgende lijn te pakken. En waar we vandaan komen nu met zoveel gelijkspelen. Ik denk dat we gewoon wedstrijd voor wedstrijd moeten bekijken. En zo proberen, als het kan, een periode te pakken. Maar in ieder geval die vorm vasthouden. Het is wel de kortste weg naar een mogelijk een prijs, hè? Klopt. Maar wat ik zeg, als je komt van... zoveel gelijke spelen en moeizaam winnen. Dan zullen we eerst moeten beginnen met de volgende wedstrijd en dan pas omhoog gaan kijken.